staan hier aan de Hoge Gouwen, nummer 143 in Gouda, waar vandaag struikelsteen is gelegd. Een struikelsteen ter nagedachtenis van Toon Nieuwenhuizen. Toon Nieuwenhuizen die had een rijwielwerkplaats hier zo op dit adres. En hij weer was betrokken bij het prille verzet vanaf eind 1940. In de beginjaren van de oorlog werd er samengewerkt, werd er gezocht naar contacten in en buiten Gouda. En contact vinden buiten Gouda, dat lukte aanvankelijk niet zo. Totdat er in 1941 een begin ontstond en Nieuwenhuizen en zijn collega's contact kregen met landelijke opererende verzetsorganisaties die ook allemaal nog in een vrij prille fase zaten, die eigenlijk nog in een opbouwfase zaten met elkaar. Hij werkte hier en hij was hier natuurlijk overdag aanwezig. En dat was een mooie gelegenheid voor collega verzetsmensen dat als ze hem moesten spreken, als er wat overlegd moest worden, als er wat doorgegeven moest worden, om hier even naar binnen te gaan, relatief onopvallend, al dan niet met een fiets bij zich, dat ze even contact met elkaar konden hebben. Behalve dat het plaatselijk verzet elkaar hier ontmoette met enkele mensen tegelijk, het werd wel aangeduid als hun hoofdkwartier, was het ook het aanloopadres voor contactpersonen van buiten Gouda die berichten moesten afhalen, berichten moesten doorgeven. En er waren ook contacten met mensen van de ordendienst om Gouda in te passen in de landelijke organisatie. We zijn hier aan de Verloren Kost, in de straat waar het grootste deel van het leven van Toon Nieuwenhuis zich afgespeeld heeft. Geboren en getogen Gouwenaar. Hij heeft hier het grootste gedeelte van zijn leven ook gewoond. Hier aan de Verloren Kost wel op vier verschillende adressen. De Verloren Kost was in zijn jonge jaren nog niet gedempt. Dat is rond 1930 gebeurd. In de tijd dat hij hier op de hoogte waar we nu staan, op nummer 1, daar had hij zijn werkplaats op de begane grond. En daarboven was een woning. Ze eerst nog verhuurd, maar toen die woning vrij kwam, toen is hij met zijn vrouw verhuisd van de raam hier ook heel dichtbij. En toen had hij dus wonen en werken had hij dicht bij elkaar. Daar heeft hij gewerkt en gewoond tot begin 1937, toen er een bedrijfsongeval plaatsvond en er brand uitbrak in zijn werkplaats. En toen is hij verhuisd naar twee huizen verderop, heeft hij boven een opslagplaats gewoond. Daar hebben ze verder jaren gewoond en heeft hij zijn werkplaats gevestigd aan de Hoge Gouwen 143. En hij is daar thuis aan de Verloren Kost in maart 1942 gearresteerd. Waarschijnlijk is dat ten gevolge van verraad geweest. En behalve dat hij zelf gearresteerd werd, waren er ook nog vier andere Gouwenaren die op diezelfde ochtend werden opgepakt. Dat was voor Nieuwenhuizen, voor Toon Nieuwenhuizen, was dat het begin van een lange tocht langs kampen en gevangenissen. Hij ging allereerst naar het Oranje Hotel in Scheveningen. Later is hij nog in kamp Amersfoort en in kamp Vught geweest. Hij is nog in een gevangenis in Utrecht geweest. Hij is in twee processen is die voorgekomen en in beide gevallen is hij niet veroordeeld, maar is wel besloten dat hij voor de rest van de oorlog in een kamp moest blijven. En daarvoor werd hij samen met een groot aantal andere mensen vanuit Amersfoort overgebracht naar kamp Natzweiler, een concentratiekamp in Frankrijk, niet al te ver van Straatsburg. Daar heeft hij geruime tijd gezeten. Vanaf oktober 1943 tot september 1944. Vanwege de oprukkende troepen van de geallieerden is dat kamp in september 1944 ontruimd. En toen is Nieuwenhuizen opnieuw met een groot aantal andere gevangenen per trein getransporteerd naar aanvankelijk voor hun onbekende bestemming. En het bleek dat ze naar Dachau overgebracht werden. Daar in Dachau. Daar is Toon Nieuwenhuizen nog een aantal weken geweest. Hij is tussendoor nog even naar een ander kamp geweest. Maar in december 1944 was Nieuwenhuizen in Dachau.
Zijn gezondheid was onder invloed van de kampen waar hij was geweest zeer verzwakt. Hij was uitgeput, had last van reuma. Toen kreeg hij er ook nog vlektyfus bij. En dat heeft er in december 1944 toegeleid dat hij in de ziekenbarak van Dachau is overleden. Het duurde daarna nog maanden voordat Nederland bevrijd was. Zijn vrouw, Annie Nieuwenhuizen van der Eng, die had al sinds september 1943 niets meer van hem gehoord en die verkeerde dus in grote onzekerheid. Maar eind mei, begin juni 1945 kreeg ze van een kampgenoot uit Dachau die het overleefd had en die teruggekomen was naar Nederland het bericht dat haar man in december 1944 was overleden. Toen ik aan de huidige bewoner van het pand vertelde wat de geschiedenis was, dat er een werkplaats was geweest van een rijwielhersteller, van een verzetsman die in de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen was, was hij daar buitengewoon in geïnteresseerd. En na enige tijd toen verraste hij mij door te vertellen dat hij een struikelsteen wilde laten leggen voor Toon Nieuwenhuizen. Normaal gesproken worden struikelstenen vaak gelegd voor woonhuizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen zijn. Maar alle woonhuizen waar Nieuwenhuizen heeft gewoond, die zijn allemaal verdwenen. Dus het enige gebouw dat er nog is waar hij een relatie mee had, dat is zijn werkplaats hier aan de Hoge Gouwen. Dus prachtig initiatief op deze manier en blijvend aandenken aan Toon Nieuwenhuizen. Een man die vroeg in de oorlog het verzet al oppakte, die de onderdrukking niet nam. Daar samen met anderen zich tegen te weerstelde, maar dat ook met de dood heeft moeten bekopen. Daarvoor is nu een struikelsteen een blijvend aandenken. En hopelijk als mensen hier langskomen, dat ze daar eens een blik op werpen. En op die manier toch ook verbinding houden met wat anderen betekend hebben voor de vrijheid van ons land.